Request. Astrid de Meuren. Ja, ik ben dus Astrid en onderga op dit eigenste moment mijn radiodebuut. So please, have mercy. 9 uur, goedenavond. Het nieuws met Cindy Hendricks. In de gevangenis van Sint-Gilles staken de cipiers voort. Vakbonden en directie hebben overlegd, maar dat heeft niks opgeleverd. Aanleiding voor de staking is de sluiting van de gevangenis in Verviers. Daardoor komen 30 gedetineerden vandaar naar Sint-Gilles. Dat brengt het aantal in Sint-Gilles op meer dan 620. En dat is het maximum dat is afgesproken tussen vakbonden en directie. De gevangenis wordt nu bewaakt door de politie. De gevangenis van Ondent bij Namen draait dan weer op zondagsdienst vandaag, na de ontsnapping van 4 gedetineerden gisteren. Een van hen is nog op de vlucht. Het zondagsregime blijft tot morgenmiddag van kracht. Dat wil zeggen dat de gevangenen niet kunnen wandelen of douchen en ook bezoek ontvangen is niet mogelijk. De Vlaamse regering investeert €500.000 in de digitalisering van kleine alternatieve bioscopen. Alle grote bioscopen zijn al gedigitaliseerd, maar voor kleinere is de investering nog vaak te groot. Daardoor dreigen ze achterop te raken. De minister van Cultuur gaat nu samenzitten met de sector om te kijken hoe het geld precies verdeeld kan worden. En op en rond de Ossenmarkt in Antwerpen mogen voorlopig geen studentenmanifestaties of dopen plaatsvinden. Dat heeft het Antwerp Stadsbestuur beslist. Bij de start van het academiejaar was er veel overlast voor buurtbewoners. Er was veel rumoer en verkeershinder en de straten lagen er vuil bij. De stad en studentenclubs zoeken nu samen naar andere dooplocaties. De stad denkt ook aan het inzetten van studenten-stewards. Studenten zelf die een oogje in het zeil houden. Intussen blijft de politie elke dag patrouilleren in de uitgaansbuurt rond de Ossenmarkt. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en nog maar 17 graden. En ook woensdag wordt een zwaar bewolkte dag. Donderdag klaart het stilaan op en krijgen we meer zon te zien. Tot morgenochtend 5 uur wordt er gewerkt op de E34 van Knokke naar Antwerpen in de Zelzatentunnel. Je kan er omrijden via de R4, de ring rond Gent. Bank van de Post. Eenvoudig, zeker en voor iedereen. M&M Request. Astrid de Meuren. Ik wil weten wat jij nu aan het doen bent, dus en vooral welke plaat dat je wil horen. Welkom. Music and more. M&M.